Lego, hoofdstuk 1, tekst 8, over kind om kind. Een kind wordt geroofd door een wolf en dat loopt gelukkig goed. Tempore quodam, dat is een ablativus. Gewoon een tijdsbepaling op een bepaalde tijd, want quodam komt van quidam. Komt er een bijzin, cum, toen. Luderet is de persoonsvorm in de conjunctivus, dus cum betekent toen omdat hoewel. Toen filia, de dochter, in area op de binnenplaats luderet speelde, dus toen dat aan de gang was, zijn er twee persoonsvormen in de hoofdzinnen. Rapuit en petivit, het plakt ze aan elkaar. Roofde een wolf haar pergulam, letterlijk door de strot of zoiets dergelijks. Dus hij greep haar bij de strot. En ludentem is PPA congeweerd met ilam, terwijl ze aan het spelen was. Vervolg van de tekst, van de zin. Et silvas ficinus petivit, en hij ging naar die wolf. En datgene waar je naartoe gaat, zet je in het Latijn in de accusativus bij Peteren. En hij ging naar de naburige bossen. Quem aliqui cum clamore in secuti sine ereptione puellulae tristes sunt reversi. Aliqui is het onderwerp van de persoonsvorm. Sommige mensen. Sunt reversi is de persoonsvorm. Dus sommige mensen zijn teruggekeerd. Bij die sommige mensen hoort een PPP. In secuti, dat is van een deponens, dus moet ik actief vertalen. Nadat ze hadden achtervolgd, cum clamore, met geschreeuw of misschien onder geschreeuw. En quem, dat is het lastigste, dat is een betrekkelijk voornaamwoord, slaat terug op die leeuw. We hebben dus een relatieve aansluiting. We doen dus alsof er niet een betrekkelijk voornaamwoord staat, maar een persoonlijk voornaamwoord. Sommige mensen die achtervolgd hadden hem onder geschreeuw, en ze hadden hem achtergevolgd, sine ereptione, zonder de redding puellulae van het meisje. En dan houden we nog over tristes, sunt reversi, tristes congeweerd met het onderwerp, dat waren die aliqui. Die mensen zijn bedroefd teruggekeerd. Ex quibus, uit de welken, want quibus is weer een betrekkelijk voornaamwoord. We doen weer net, omdat het een relatieve aansluiting is, of er een persoonlijk voornaamwoord staat. Dus uit hun of van hun, unus hoort daarbij, dus één van hen. Cucurit rende in castrum naar de burcht. Et matri in mensans identi raptum filiae nuntians ait. En ait is de persoonsvorm. Et was het voegwoord. En hij vertelde. Hij vertelde aan een dativus. Aan de matri, aan de moeder. Sedenti hoort daarbij. Aan de moeder die zat in mensa. Natuurlijk niet in, op de tafel, maar aan tafel. En wat vertelde hij dan? Nou, hij vertelde het, wat er gebeurd was. En dat deed hij nuntians, PPA, hoort bij het onderwerp, terwijl hij vertelde de raptum filiae, de roof van de dochter. En wat hij dan staat, terwijl hij dat meldde, zei hij, dubbele punt aanhalingstekens openen, domina lupus comedit filiam vestram, meesteres. Lupus is het onderwerp en comedit is perfectum van comedere, opvreten. Dus lupus comedit, een wolf heeft opgevreten filiam vestram, letterlijk jullie dochter. Verderop in de tekst wordt ook telkens een meervoud gebruikt. Een beetje zoals in het Frans tegenwoordig de vu-vorm zowel meervoud als beleefdheidsvorm is. In het klassieke Latijn had je dat niet, in middeleeuws Latijn blijkbaar wel. Illa surrexit. Illa gebruik je als er subjectswisseling is. Daarnet was nog die meneer die iets vertelde aan het woord. Illa duidt dus op de domina, op de meesteres. Illa surrexit, zij stond op. En intrans is een PPA in de nominativus. Et is een voegwoord. En dan zie ik hier evulsit als persoonsvorm en proripuit. En et is hier ook weer een voegwoord. Dus zij stond op en ze evulsit. Ze rukte de imaginem salvatoris, het beeldje van de redder of van de verlosser. Dat is natuurlijk een beeldje van Jezus. De sinu. Van de schoot, de matris, en matris is een genitivus, dus van de schoot van zijn moeder. Dus hij rukte het beeldje van de verlosser van de schoot van zijn moeder, oftewel hij haalde een Jezusbeeldje, er was een beeldje van Maria met kind, en zij trekt nu het kindje, het beeldje van het kindje, van haar schoot. Dan blijf ik alleen nog zitten met die PPA-bepaling. Dat deed zij terwijl ze binnentrad, want het hoort bij het onderwerp, staat in de nominativus. Wat betrad ze? Capellam. Een kapel, of de kapel die er was. En dat deed ze in multa amaritudine, in veel bitterheid, cordis, van hart. Letterlijk in veel bitterheid van hart. Oftewel, met een hart vol van bitterheid.
Zij stond op en met een hart vol van bitterheid rukte zij, terwijl ze de kapel binnentrad, het beeld van de verlosser van de schoot van zijn moeder en ze proripuit, ze barstte uit in haec verba in deze woorden. Domina, mevrouw, meesteres, dat is Maria, num quam rehabebitis, persoonsvorm is rehabebitis, jij zult terugkrijgen, num quam, nooit, puerum vestrum, jullie, of liever uw kind, nooit zult u terugkrijgen uw kind, puerum is hier generiek gebruikt voor kinderen in het algemeen, nisi, dat is een voegwoord, tenzij restituatis, tenzij jullie teruggeven. Rehabebitis is ook meervoud, weer een meervouds beleefdheidsvorm in het meervoud. Dus jij zult terugkrijgen, tenzij jij teruggeeft aan mij, puerum meum, mijn kind. Je kunt hier zien dat het geen jongetje kan zijn, want dan zou het vrouwelijk moeten zijn geweest. En het was een dochter, hè, dus puerum kan geen zoon of jongetje betekenen. Incolumem is accusativus, congrueert met dat jongetje. Als of tenzij jij aan mij ongedeerd mijn zoon of mijn kind teruggeeft. Mira humilitas regina coeli. Mira humilitas betekent bewonderenswaardige of wonderbaarlijke nederigheid van de koningin van de hemel, oftewel van Maria. Wat deed ze? Zij imperavit, zij gaf bevel, namelijk om dat kindje los te laten, aan de lupo, inderdaad, aan de wolf, en dat deed ze protinus, meteen. Et ille, en hij, namelijk die wolf, die misit, liet gaan, puellam, het meisje. Insecuti plures de villa lupi vestigia, et cetera. Repererunt is de persoonsvorm. Zij vonden. Plures is het onderwerp, meerdere mensen, oftewel veel mensen. Insecuti was PPP dat daarbij hoorde, net als de vorige keer, nadat ze waren achterna gegaan, of dieven waren achterna gegaan. Dus verschillende mensen die achterna waren gegaan. En wat waren ze nou achterna gegaan? Vestigia, de sporen lupi, van de leeuw in de genitivus, de villa, vanuit de stad, of vanuit het dorp. Die mensen die dus die spoor gevolgd hadden, die vonden. En wie vonden ze? Ze vonden illam, haar, namelijk dat kind de ambulantem, terwijl ze rondwandelde. Juxta, met een accusativus, dat is quodam frutectum, naast een of ander struikgewas. Cui cum dicerent. Cum is een voegwoord. Cui is een betrekkelijk voornaamwoord. Slaat terug op dat meisje. Relatieve aansluiting. We doen weer alsof er staat zij, hij of zij. Dus toen ze zeiden tegen haar, oftewel toen ze tegen haar zeiden, wat zeiden ze? Un de Venis, waar vandaan kom jij, bona filia, goede dochter? Gaat nu de hoofdzin voordat we gingen praten verder. Respondit illa. Dus toen ze tegen haar zeiden, waar kom je vandaan? Respondit antwoordde zij, Mumart, dat is de naam van de wolf, Mumart, momordit, van morderen, bijten, Mumart heeft gebeten mij. Mumart heeft mij gebeten. Vestigia enem dentium lupi in guture eos apparuerunt. Apparuerunt is de persoonsvorm, zij verschenen. De vestigia verschenen, de sporen namelijk van de tanden in de genitivus, van de leeuw in de genitivus, verschenen, waren zichtbaar, in guture, in de hals, eus, van haar. Eus slaat natuurlijk terug op dat meisje. Tunc, toen. Nou, er staat er in je aantekeningen dat je moet lezen alsof ducentes hetzelfde is als duxerunt. Dus dat moet je doen alsof dat er staat. Toen brachten zij Filiam, de dochter, ad matrem, naar haar moeder. En spoedig, ut wordt hier gevolgd door een perfectum, dus betekent het zodra. Zodra ze vidit, zag illam haar, en sanam hoort daarbij, gezond en wel. Dus zodra zij haar, is natuurlijk de dochter, en het onderwerp van vidit is de mevrouw zelf. Dus toen zij haar gezond en wel zag, rende zij, dat is die mevrouw, ad imaginem sacram, naar het heilige beeld, oftewel naar het Mariabeeld. En, voegwoord, ait, en ze zei, dat is de persoonsvorm. Dan hebben we nog een PPA in de nominativus. Terwijl ze terugzetten het jongetje sinui eus op de schoot van haar, van Maria dus. Quia restituisti mihi filiam meam en tibi restituo filium tuum. Quia is het voegwoord, omdat jij hebt teruggegeven mihi aan mij, inderdaad, tyfus,
Filian Mean, mijn dochter. Kijk, en daarom moet je zien, restituo tibi geef ik terug aan jou de accusativus filium tuum. En daarmee hebben we het helemaal begrepen.